Ik las dat Hugo Borst jullie gezellige, grappige dickets noemt. Nou, jou trouwens niet, Van der Vaart, jij en Theo. Wat vind je ervan? Heb je dat wel? Ja, dat weet ik niet. Ja, vandaag de column, schreef je dat. Weet je gelijk? Ja, weet je, als ik, als ik elke keer daarop moet reageren op Hugo Borst... Nee, dan heb jij een dagtaak eraan. Heb ik helemaal geen zin in. Nee. Maar wat is dat? Hij daagt ons wel uit. Of tenminste, jullie elke keer. Ja, maar hij vindt het geweldig dat hij nu weer zijn naam gebruikt. Dan krijgt hij stijve plassen van thuis. Wie? Vanavond het weer als Hugo Borst. Oh. Ja. Je moet die man niet eens aanhalen. Nou ja, hij is een gerenommeerde kolonist, toch, Hugo Borst? Ja, maar wat heeft het voor meerwaarde dat deze man zoiets roept? Ik bedoel, en dat wij het nu vanavond erover gaan hebben. Nou ja, ik denk dat niemand er thuis op zit te wachten. Zo werkt dit vak een beetje, Wesley. Ja. Maar ja, goed, daarom wilde je het ook eigenlijk niet gaan doen, hè? Je wilde eigenlijk andere dingen gaan doen. Ja, als er echt niks meer op je pad zou komen, zou je niet gaan doen. Nee, maar nee, kijk, ik reageer nog wel eens op Hugo. Maar ja, weet je, dat hij dit soort dingen... Is toch, ja, leuk, prima. Maar je bent dik, maar je hebt toch heel veel... Nee, maar kijk, hij is gestopt met voetbal. Dan mag hij toch daarna gaan leven. Hij is altijd zijn best gedaan voor het voetbal. Maar waar wil je nu naartoe? Nee, maar... En grappig, dus het klopt eigenlijk wat hij zegt. Nee, maar dus hij heeft toch gewoon alles voor het Nederlands voetbal gedaan en zo. En dan mag hij nu, na zijn carrière, mag hij toch gewoon lekker genieten van zijn leven. Lijkt mij ook, Een beetje aanleg, daar kun je ook niet veel aan doen, toch? Nee, nou, het hoort er allemaal bij.